We lezen een selectie van 36 schriftelijke reacties op het boek Spirituele Kerst, handreiking voor bezinning en bezieling rondom kerstmis en oud en nieuw. Ik heb er elke dag met genoegen naar uitgekeken. Dank voor alle inspanning die het zeker gekost heeft. Het heeft me heel wat blije momenten opgeleverd, diepe, blije gevoelens. En zal er zeker nog vaak aan terugdenken. Heerlijk, om zo de dag te beginnen en af te sluiten. Ada. Bedankt voor de verdiepende teksten die ik heb ontvangen. Het was een bevestiging voor mijn zielenpad. Het leven is zoveel groter dan wij kunnen zien. Dat maakt het leven zo wonderlijk en uniek. Angelique. De afgelopen weken heb ik mij dagelijks gevoed met de verhalen en de uitleg van het Aquarius Kerstevangelie. Dagelijks veel nieuwe inzichten en bevestiging mogen ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank. Anita. Hartelijk dank voor de inspiratie. Het was echt een geschenk. Elke ochtend verheugde ik me op de mail en elke avond sloot ik af met het verhaal. Fijn vond ik de breedheid, de verschillende schrijvers en de verschillende tradities van de informatie. Anne. Wat een geweldige teksten om de dag mee te beginnen in deze speciale tijd. Het kleurt je dag en geeft een enorme bemoediging. Astrid. Wat een genot deze teksten te mogen beluisteren. Het heeft deze weken een bijzondere diepte en glans gegeven. Dank voor jullie werk, inzet, tijd. Zowel voor de schrijvers als voor de voorlezers. Christine. Hartelijk dank voor deze zeer inspirerende teksten. Heerlijk om deze te lezen en in stilte te laten binnenkomen. Francine. Dank voor al de bijzondere teksten en de aandacht die jullie gegeven hebben aan deze teksten. Het voelde deze kerstperiode als zuivering. Klaar voor een mooi nieuw jaar. Frans Waze. Veel dank voor dit bijzondere initiatief. Kostbaar om Kerstmis op deze manier spiritueel te mogen beleven. Het Aquarius-Evangelie is een bijzondere bron van spirituele inzichten die voor deze tijd gegeven lijken te zijn. Hans. Wat spreken deze spirituele teksten mij aan, zeg? Ik sta er werkelijk mee op en ga ermee naar bed. Ja, het is wat veel tekst, maar daar maak ik tijd voor. Ook de reacties vind ik geweldig. Sommigen raken mij echt heel diep. Het geheel zet me aan het denken. Heel veel dank voor deze inspiratie. Jolanda. Vanuit grote dankbaarheid en soms diepe ontroering heb ik genoten van dit prachtige initiatief. Ik hoop dat dit een vervolg gaat krijgen. Karim. Met oprechte dank voor alle zeer inspirerende woorden. Die zullen nog lang blijven resoneren in mij. En zullen een blijvende bron zijn waaruit ik kan en mag putten. Het geboorteverhaal en alle symboliek eromheen, vertaald naar de werkelijke essentie voor mij als mens, heeft door deze cyclus een diepe indruk op mij gemaakt. Kees. Elke ochtend en avond de boeiende teksten beluisterd en of gelezen. Dit is een heel ander verhaal dan ooit geleerd en of bijgebracht. Het geeft een hele andere dimensie en spirituele verdieping dan ooit gedacht. Het was hierdoor een andere kerst, spiritueel bewuster. Leo. Werkelijk een verheffend, spiritueel genoegen om deze teksten van het Aquarius-Evangelie te beluisteren met veel nieuwe kennis. Lonneke. Wat kan ik na al dit moois nog toevoegen? Ik ga het missen en zal alle opgedane inspiratie in mijn hart meedragen. Mijn dank is groot. Margriet. Dit is zo universeel. Zo open, niet meer dwingend, en tegelijkertijd alle mogelijkheden tot een spirituele pad aanreikend. Alles is voor ons aanwezig als we willen gaan. Bedankt, Marian. Dank voor deze kennismaking met kerst en het innerlijke christendom. En met mezelf, Marieke. Heel veel dank om het vuur brandend te houden met deze bovenzinnelijke voeding en hartverwarmende inspiratie. Ze werd in dankbaarheid ontvangen. Marit. Heel veel dank voor de prachtige teksten die ik vanaf 22 december dagelijks zowel 's morgens als 's avonds met veel interesse heb gevolgd. De inhouden maakten een grote indruk op mij. Ik heb er veel aan gehad en ik dank u allen voor alle mooie woorden die ik hierbij in mijn hart sluit. Liedwin Veel dank voor de verheldering van de betekenis van deze teksten. Ik ga mijn best doen om mijn leven te vereenvoudigen en meer stilte te zoeken binnenin mij om het contact met de liefdevolle bron te laten groeien. Betekenis voor mij is meer in liefde en vrede te leven. Maud Hartelijk dank aan allen die deze waarlijk spirituele kerstperiode mogelijk gemaakt hebben. Marion Jullie hebben brood gegeven in plaats van stenen. Heel hartelijk dank. Monbrit Dit heeft me veel gebracht. Ik heb het als heel bijzonder ervaren om tweemaal daags stil te staan bij de reis van de ziel. Ik zie uit naar vervolgen. Nanny Heel veel dank voor dit initiatief. Het is een bijzondere kerstperiode geworden. Een waarlijk innerlijk kerstfeest. Pieter. Een prestatie van formaat. Zoveel gezegd met zo weinig woorden in zulke eenvoudige taal. Dat raakt het hart. De basis van het leerlingschap staat hier gebeeldhouwd. Dat maakt de voorbije kersttijd tot een tijd die niet voorbij gaat. Ruud. Dank voor deze mooie teksten. Ik zal het missen. Het begin van de dag en de afsluiting in de avond. Zo fijn om naar te luisteren. Dank aan het team voor dit mooie geschenk. Sebastiana. Heel hartelijk dank voor de inspanning om ons een prachtige tijd met boeiende uiteenzettingen en uitleggingen te geven. Stella. Ik voel mij enorm bevoorrecht dat ik deze reeks lessen van de spirituele kerst op mijn pad ben tegengekomen. Mijn spirituele zoektocht leek altijd een eenzame weg, omdat ik met niemand werkelijk mijn geloof leek te kunnen delen. Maar nu ervaar ik de energie van een gemeenschap die werkelijk het spirituele pad gaat. Stefan. Heel hartelijk dank voor deze beschouwingen. Het is echt een prachtige schenk om ze te beluisteren. Ze zijn zeer helder en duidelijk, Sylvia. Dank, hartelijk dank voor deze innerlijke reis die mij zoveel dagen dagelijks heeft gevoed. Ik zal de teksten nog regelmatig lezen om een steeds dieper besef te krijgen. Dank voor al het werk dat jullie erin gestoken hebben, Thea. Ik dank het team voor het geweldige geschenk dat we in de afgelopen 16 dagen mochten ontvangen. De teksten hebben me diep geraakt. Herkenning, verwondering, liefde, inspirerend. Therese Hartelijk dank voor deze heldere handreiking voor deze periode. Voelbaar geschreven vanuit een liefdevol, open hart. Twan Dank. Wat een fantastisch begin van het nieuwe jaar. Ik hoop van harte dat jullie dit volgend jaar herhalen en dat jullie team ook iets dergelijks gaat doen voor de Pasen. Vivienne. Het Heilige, de Heilige Geest, heeft mij naar deze site gebracht. Ik wilde zo graag een begeleiding hebben bij de Heilige dagen en nachten, en die heb ik nu ontvangen. Dank u. Willy. Bestel het boek Spirituele Kerst, handreiking voor bezinning en bezieling rondom kerstmis en oud en nieuw op de website www.spirituelekerst.nl